Ondernemen of carrière maken, heel tof, maar het kan ook heel veel energie kosten. En dus is het belangrijk dat je ook af en toe rust neemt om bijvoorbeeld een burn-out te voorkomen of om te voorkomen dat je vastloopt. Evelien Tjabbes is coach op het gebied van persoonlijk leiderschap en helpt ondernemers om naar zichzelf te kijken. Ja, jij coacht veel verschillende ondernemers. Wat is jouw achtergrond? Van huis uit ben ik jurist, heb gewerkt als advocaat en jaren in de zakelijke dienstverlening. En toen heb ik mijn hart gevolgd en heb mezelf helemaal bijgeschoold, allerlei opleidingen gedaan op het gebied van coaching, begeleiding en persoonlijk leiderschap. En vanuit die hoek ben ik ook mijn eigen bedrijf begonnen, nu 12 jaar geleden. En met welke problemen of met welke vragen komen mensen dan bij jou? Nou, ik zie in mijn praktijk dagelijks hoe mensen de behoefte hebben om zichzelf te onderzoeken. En stil te staan bij wie ze echt zijn of bij wie ze misschien nog meer zijn dan wat ze aan de buitenkant laten zien. Door het jachtige leven en alle verleidingen van buitenaf, de prikkels, zie je dat mensen vooral leven aan de buitenkant. En ook zichzelf van binnen een stukje vergeten. En hoe help jij die mensen dan? Door te kijken, te luisteren en vooral ook goed te luisteren naar wat er niet wordt gezegd. Naar wat niet meteen aan de oppervlakte is. Dus ik bemoedig mensen om te zoeken naar hun wortels. Naar waar ze vandaan komen en ja, naar wie ze in wezen zijn. En eigenlijk kan je zeggen dat ik mensen eerst even de hete brei indraai. Om dat vervolgens weer mee te nemen, het gewone leven in. Evelien, jij woont hier. Het is super mooi hier en heel stil. Kijk om je heen, er is hier eigenlijk, er is hier gewoon helemaal niemand. Ja. Wat doet dat met jou? Ja, ik geniet hier iedere dag van. En het is voor mij een hele goede manier om echt gewoon te zijn. Even tot jezelf te komen. Ja, ja, heerlijk. Ja, dat snap ik. Ja. En wanneer ben je dan volgens jou als ondernemer succesvol? Ja, wat is succes? Als ondernemer wil je natuurlijk een mooi bedrijf. Maar gaat het alleen maar over de buitenkant of ook over de binnenkant? En naar mijn idee is echt succes dat je samenvalt met wie je in wezen bent. En dat je kunt leven wie je bent. Los van verwachtingen van buitenaf en los van een shiny buitenkant. Dus het gaat niet alleen om een dikke auto, een groot bedrijf. Maar dat je vrede hebt met de binnenkant. En wat je eigenlijk zegt is dat het ondernemerschap en het geluk daarvan niet alleen maar draait om geld of om bijvoorbeeld mooie Instagram foto's. Waarom denk je dat? Waarom baseer je dat? Ja, lees de krant. Burn-out-cijfers nemen enorm toe. Mensen raken overspoeld door alles wat ze in deze maatschappij moeten of van zichzelf moeten. We leven in een enorme vlucht naar voren. En ja, op die manier vervreem je van wie je bent of van wie je nog meer bent. En als je het contact met jezelf verliest, verlies je jezelf in de wereld. Dat vind ik een mooie quote. Mijn gouden tip voor ondernemers is: durf kwetsbaar te zijn. Dan win je aan kracht